gamers, welkom bij deze tweede aflevering van deze special report. Zoals je ziet, ja, we staan weer in Amsterdam voor The House of Amsterdam. En we zijn hier voor de tweede dag van de EA Showcase. En in deze aflevering gaan we onder andere kijken naar Dragon Age 2. We hebben een interview met de maker van Darkspore. En we gaan terug naar de middeleeuwen met The Sims en de community. Nou, voordat we verder gaan met Dragon Age 2 is het misschien wel leuk om heel even te kijken wat de journalisten hier eigenlijk op de vloer allemaal moeten doen. Ze krijgen namelijk onder andere dit thuisgestuurd en dit is een tijdschema. Hierop staat op welk uur van de dag ze in welke kamer moeten zijn. En het gaat ongeveer zo. De journalisten komen een kamer binnen en dan krijgen ze een presentatie van een spel. Soms zelfs door de makers zelf. Maar het leukste komt eigenlijk daarna, want daarna mogen ze het spel zelf gaan spelen. Er is echt één voorwaarde. Dit, namelijk de Non-Disclosure Agreement. Dit is een formulier dat ze moeten ondertekenen. En hiermee beloven ze dat ze sommige dingen niet voor een bepaalde datum bekendmaken. Het kan namelijk voorkomen dat je hier een level gaat spelen wat nog helemaal niet aan het grote publiek is bekendgemaakt. Of ze een plotwending bijvoorbeeld meekrijgen. Weet je in ieder geval wat de journalisten hier op zak hebben. En een van die journalisten is JJ, die we natuurlijk allemaal kennen van Game Kings en The Power Limited. JJ, goed je hier te zien. Ik wil het even met je hebben over journalistiek, hoe het is om journalist te zijn. Ja. Als eerste vraag, hoe ben je er ingerold? Hoe ben je journalist geworden? Nou, dat moet ik je een klein beetje verbeteren, maar dat is een beetje een ding in deze biz. Ik vind niet dat je gamejournalist bent. Ik vind journalist meer iemand die echt iets uitzoekt. Terwijl ik mezelf eerder game recensent noem. Ik speel spelletjes en ik geef er dan mijn mening over. En hoe ben ik erin gerold? Een van mijn beste vrienden is op dit moment de directeur van Guerrilla Games. Die ken ik al 15 jaar, dat is een jeugdvriend. Ik deed altijd sportjournalistiek, muziekjournalistiek en ik gamede er wat bij. Hij kende mij, hij kende de mensen, de hoofdredacteur van Power Limit. Die vroeg, ken je nog iemand die goed journalist is? Die gaf mij door en zo ben ik erin gerold. Oké, en het bevalt nog steeds tot de dag van vandaag? Ja, nee, het is natuurlijk een prachtige baan, hè? Een beetje geld verdienen met op de bank liggen. Dus. Ja, niks beters, hè? Nee, want je reist natuurlijk ook de hele wereld rond, al flink wat jaren. Wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Heb je daar een voorbeeld van? Nou, het is wel heel veel. Ik moet wel zeggen dat het vroeger was het wel beter. Waren de budgetten gewoon wat hoog en waren er ook veel minder bladen en met name geen internetsites en ook eigenlijk niet televisie. Dus dan was je met Power Limited met name de enige. Ja, toen had je echt nog, ben ik geweest, Las Vegas een week. Ik heb met Electronic Arts heb ik gewoon wel een aantal. Ik ben een sportfan, ik ben een racefan. En ik heb wel met Electronic Arts wel twee keer naar de Formule 1 geweest. Met FIFA natuurlijk, Bernabeu. Ik heb met Ronaldo gevoetbald. Ja, ik heb waanzinnige dingen meegemaakt. Dus het is niet echt één ding wat eruit schiet, maar heel veel mooie dingen. Precies, precies. En de E3, ben je ook al een paar keer geweest, neem ik aan? 9 keer, ja. 9 keer al, inderdaad. Hoe is dat nou om daar te zijn, die week ongeveer in Los Angeles? Het is heel vermoeiend. Het is heel grappig dat eigenlijk de voorpret is het leukst. Als je daar bent, is het gewoon één grote rush. Want je bent niks anders bezig dan, met name nu ik en schrijf en ook nog eens een keer televisie maak en internet. Je bent alleen maar aan het opnemen, van afspraak naar afspraak aan het rennen. Ik moet wel zeggen dat ook dat, vroeger, dus echt 5, 6 jaar geleden, was het spannend. Was dat zeg maar de culminatie van het gamesjaar, waarbij echt de grote aankondiging werd gedaan. Waar ook vette feesten, ik bedoel Electronic Arts doet feesten, Sony, de PlayStation Party, daar moest je een kaartje voor hebben. Tegenwoordig zie je toch meer dat die aankondigingen eigenlijk, zoals nu EA dat ook doet, meer door het hele jaar heen doet. Waarom? Ja, op de E3 ben je met 20 publishers tezamen. Dus je wordt eigenlijk maar een soort versnipperd. Terwijl als je het van tevoren op je eigen event doet, dan krijg je veel meer coverage. En dus is de E3 wat verwaterd. En ik moet zeggen dat ik ben nu al... Dit jaar ga ik weer niet. Het is de tweede keer, omdat op internet kan je het eigenlijk net zo goed volgen. En dus ja, het is nog steeds wel tof, maar vroeger had het wel meer... Wauw, daar zag je voor het eerst de Xbox 360, de PlayStation. Games die echt vanuit het nowhere kwamen. Tegenwoordig alles lekt al uit via Twitter en dat soort dingen. Dus het is precies. Ja, precies. Maar stel, er zijn nog steeds kijkers die, nou niet journalisten, dus maar recensent willen worden. Heb je misschien nog wat tips voor ze? Hoe kunnen ze doorbreken? Hoe kunnen ze er komen? Het is eigenlijk heel simpel. Begin gewoon
bij een website of ga naar je lokale krant toe en vraag of je daar over games mag schrijven. Dat is één, want wij krijgen heel veel sollicitaties. Maar je speelt ook niet, bij wijze van spreken, in één keer bij Ajax, weet je wel. Je moet gewoon onderaan beginnen en wat heel belangrijk is, bouw je eigen stijl op, weet je wel. Probeer niet andere dingen na te doen, maar probeer iets te vinden in je schrijfstijl of de manier waarop je presenteert wat uniek is. Want ook wij scouten juist unieke talenten en niet zozeer mensen die precies gaan nadoen wat jij doet. Want daar zijn er al genoeg van, dus wees uniek. Oké. Nee, kleine vervolgvraag, ik ben nu even benieuwd. Wat is dan jouw stijl daarin? Weet je, wij hebben natuurlijk de mazzel gehad dat we dat al hebben kunnen ontwikkelen, 10, 12 jaar lang. Mensen kennen mij op een gegeven moment ook, dus kan je ook een beetje een karakter opbouwen. Dat je van sportgames houdt. Ik hou van alles wat snel, hard en bloedig is. Wij hebben altijd wel een beetje dat we ook geen blad voor de mond nemen. Maar nogmaals, wij hebben de mazzel gehad om zoiets op te kunnen bouwen. Om te oefenen ooit bij de box met GameKings. Dat maakte toch niet uit wat voor een tv je maakte. En uiteindelijk word je dan professioneler. Maar het is met name, het is ook heel moeilijk. Want al die websites hebben natuurlijk allemaal wel die schrijven. Maar wie is die man dan die mij een mening oplegt, weet je. Terwijl jongeren vandaag de dag al steeds meer via Facebook, Twitter en Hives hun eigen meningen bouwen, is het juist belangrijk dat er iets is in je schrijfstijl of je, hoe je overkomt op in video-items, dat mensen denken, nou, dat vind ik, die gast past wel. Dat is een beetje mijn mening, weet je. Dus dat blijf ik volgen. Dus dat is probeer niet gewoon van alles en nog wat te zijn, maar echt gewoon jezelf. Precies, een beetje een soort van een persoonlijkheid creëren, ja. In tekst en tv misschien. Ja, durf ook gewoon je mening te geven en weet je wel, middle of the road is meestal het slechtste. Je kan beter heel erg geliefd of heel erg gehaat zijn, want dan hebben ze tenminste over je. Precies. Oké, nou, laatste vraag. Je hebt er ook even rondgelopen, ja. De games van EA gecheckt. Wat is nou je favoriet van alles wat je hier hebt gezien? Dat is vrij makkelijk. Ik ben een groot racefan en ik ben enorm onder indruk van Shift 2. Het is echt briljant. Iedereen heeft natuurlijk een beetje Gran Turismo natuurlijk net gehaald. Maar ik ben bang dat dit qua raceervaring gaat dit er voor mij echt ver overheen. Het is echt briljant gedaan. Heel vet. Oké, dankjewel. Okay. Fijne dag nog. Ik heb net Dragon Age 2 hier mogen spelen en ik moet zeggen, ik ben erg onder de indruk. En ik zit hier naast Anita van Electronic Arts en ik ga even een paar vragen stellen. Want Anita, even voor de mensen die nog nooit Dragon Age daarvan hebben gehoord. Wat is Dragon Age precies? Dragon Age is een RPG-spel van BioWare. En iedereen die BioWare kent weet dat zij altijd games afleveren. Waarbij je gewoon echt een hele diepe verhaallijn kan verwachten met keuzes waarvoor je nooit verwacht had dat je ervoor zou staan. En het is aan jou om je een weg te banen door die keuzes en dat verhaal. En natuurlijk combat. Precies. Dus om je eigen verhaal inderdaad te maken. Want dit is dus deel 2. Origins was hiervoor. Wat kan je even als recap zeg maar vertellen over Origins? In Dragon Age Origins was het vooral belangrijk dat je kon je eigen origin kiezen. En je leefde in een wereld, je leefde in Verwelde en die werd bedreigd door de Darkspawn en de Archdemon. En in Dragon Age Origins was het jouw missie om als Grey Warden de Darkspawn en de Archdemon te verslaan. En de verhaallijn, is dat gaat dat door op de verhaallijn van Origins of is het geheel nieuw? De verhaallijn in Dragon Age 2 is eigenlijk volledig nieuw. Je begint met Hawk. Een Hawk die vlucht van de Darkspawn uit haar of zijn dorp, wat je ook kiest, Lothering. En daar zie je wel dat Dragon Age Origins en Dragon Age 2 elkaar kruisen. Want ook in Dragon Age Origins heeft dit plaatsgevonden. In Dragon Age 2 echter vlucht je dus van die Darkspawn en kom je een oude bekende tegen. En vlucht je naar Kirkwall. En daar begint eigenlijk het verhaal van Dragon Age 2. Dus je wordt de champion van Kirkwall. En het aparte hier is dat het is een verhaal in het verhaal dit keer. Dus jouw verhaal, dus hoe je die champion bent geworden, wordt door iemand anders verteld. En dit geeft eigenlijk BioWare veel meer ruimte om echt een heel diep verhaal neer te zetten. Als je nagaat, Dragon Age Origins, als je alle activiteiten zeg maar naast elkaar zet, heb je ongeveer anderhalf jaar. Het heeft zich afgespeeld in een tijd van anderhalf jaar. Dragon Age 2 is ongeveer 10 jaar. En als je nagaat wat er in 10 jaar allemaal kan gebeuren, hoe relaties zich kunnen verdiepen, dan
ja, dat heeft zich veel meer vrijheden en veel meer epische momenten. En die zul je ook zeker gaan tegenkomen. Oké, dus we mogen een iets meer meeslepend verhaal onder andere meemaken. Ja, en dat is ook eigenlijk precies de reden geweest waarom je niet meer je eigen origin kiest zoals in Dragon Age Origins, maar dat je met Hawk begint. Hawk heeft bijvoorbeeld nu ook een stem gekregen, waardoor je echt een personage hebt, ja, waarvan je eigenlijk echt mee gaat meeleven en mee gaat identificeren. Oké. En dan wil ik nog heel even hebben over de gameplay. Hoe is de gameplay nou in Dragon Age 2? Is dat anders? Is dat hetzelfde? Gameplay is zeker een van de aspecten geweest die BioWare en die EA wilden gaan verbeteren. En het is nu echt zo dat jouw acties die jij doet op je PC of op je console, die zie je direct terug in het spel. Dus het is sneller, het is dus meer actie en je duikt echt rechtstreeks in de combat. Je kan nog steeds wel, net als in Dragon Age Origins, ook tactisch spelen. Dus je game pauzeren, uitzoomen. Welke spel doet mijn mage? Welke taunt doet mijn tank? Dus je bent nog wel. Je hebt de keuze om inderdaad of meer direct in de combat te duiken, of toch even wat meer strategisch. Maar ik denk zeker de Rogue bijvoorbeeld, waarbij toch fans aangaven dat het meer een warrior was, maar dan met slechtere armor. Die is zo erg verbeterd. Die is echt wat je van een Rogue verwacht. Die is snel, die duikt in de actie. Die pakt tegenstanders heel snel aan. Dus dat is echt heel erg verbeterd. Ik denk dat spelers dat echt gaan voelen. Oké, nou klinkt allemaal heel erg interessant. Ja. Wanneer kunnen we game verwachten? Wanneer ligt die in de winkel? We moeten nog heel even wachten, maar vanaf 10 maart is hij beschikbaar. Ik sta op dit moment bij Chris Norris en Ben Croucher. Die hebben meegewerkt aan Darkspore. En die ga ik even een paar vragen stellen. Hi guys, nice to meet you. For the people who've never heard of Darkspore, what can you tell us about the game? What is it all about? Sure. So Darkspore at its heart is an online action RPG where you not only collect but also customize a wide array of hero creatures. So at the end of the day, if you're very familiar with an action RPG gameplay, then this will seem very familiar to you. But the main reason we think that this game is different is because of the collection and because of the customization. So not only are you able to play with a squad of three, but as you go through the game and collect loot, then you're able to equip and then customize your squads in a version of what we're calling the hero editor, which if you're familiar with Spore, is going to seem very familiar to the creature creator as well. Okay, so in a way you can create your own creatures, your own characters. And how far does that go? How deep does that go? Well, you can't actually create your own character. The intrinsic morphology of the character will stay the same, but you're allowed to upgrade your character and you can have your own unique style to each character by using the customization elements of coloring, and as Chris mentioned before, the additional loot items that you collect and then fix on to each creature. Okay. And about the storyline, can you tell us a bit about that? Sure. So the game starts out with you sort of in a spaceship wondering sort of who you play or why you should care about these characters. So the backstory of the game is there was an ancient scientific race called the Progenitors who were DNA manipulators. And so they created these creatures out of DNA manipulation sort of for their own sport. What they did is then modify the DNA to become exponential DNA to effectively make the creatures become stronger, and the end result was that the creatures became unstable, uncontrollable, and turned against the progenitors. So then you will now play as a progenitor that has arisen from cryosleep and have been tasked with eradicating the Darkspore. So your task is to build up these hero creatures and then go from planet to planet to eradicate the Darkspore. Okay. And what kind of gamers do you think will really enjoy this game? We're targeting obviously at action RPG gamers, so people that like Diablo, people that like World of Warcraft, so kind of very serious action RPG gamers. Okay. And can you name one thing in the game that really sets this game apart from all the other games you just mentioned?
Well, I think as we mentioned, it's really that ability to collect and customize. So in a number of other games in the genre, you sort of get your one hero character and take them throughout the world. You don't necessarily have access to a squad, and you're certainly not the deep level of customization where you take a look at your stats, you determine how you want to play the game, not only in campaign, but also online and co-op as well as PvP, and take all of those elements and then use them to best advantage. So just having all of those options at your advantage, not only the statistics that you see, but the options underneath the hood, it really provides for a lot of options and permutations for people to play however they would like. Okay, sounds very interesting. Final question, when will the game be released? In the UK, it's going to be 1st of April. It's going to be the 29th of March in North America. And in Holland here, it'll be the 31st of March. Okay, thank you very much. It's golf's greatest tradition. It's a symbol of excellence. It's the green jacket, and the competition for it has seen some of golf's greatest players fashion some of golf's most magical moments. Year, the world of golf is reminded of the rich history of Augusta National. From Magnolia Lane to the Azaleas and Amen Corner. Now you can experience what the legends of golf helped create and become a part of the story yourself. This is a legacy born from the dreams of the sport's greatest champions. This is the Masters at Augusta National. En dan is het nu tijd om de mensen achter EA te leren kennen. En als eerste heb ik hier Ferry Brands. Ferry, leuk dat je hier bent. Als eerste, wat is eigenlijk je functie binnen Electronic Arts? Ik ben product manager voor Nederland. Oké, okay. En wat houdt dat precies in? Houdt het in dat je eigenlijk in alle stadia die een game doormaakt, ben jij het aanspreekpunt voor eigenlijk iedereen om je heen. Wat inhoudt is eigenlijk dat ik contact heb bijvoorbeeld met journalisten, tot het inplannen van media. Oké. En maar het contact met journalisten. Ik bedoel, ja. De journalisten kunnen naar jou toe komen met vragen over een spel wat nog uit moet komen, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ik persoonlijk ben bijvoorbeeld product manager voor een titel als Battlefield Bad Company 2. Ik weet dat al nog voordat de titel is aangekondigd. Dus een van mijn eerste taken is het om de introductie van een titel goed te begeleiden. Hoe wordt het opgepakt in de pers? Hoe zorgen we dat het veel pers haalt? Maar ook inderdaad vragen beantwoorden van die ik op dat moment kwijt mag. Wat ik mag vertellen over een titel om te zorgen dat dat in de media komt. Maar ook bijvoorbeeld al in een vroeg stadium kijken van ja, wat is nu de beste mediamix? Welke media moet ik nou inzetten voor een titel als Bad Company 2? Ja, precies. Maar houdt het dan ook in dat je af en toe tripjes mag maken, bijvoorbeeld naar het buitenland of überhaupt tripjes in Nederland? Vaak is het zo dat een titel getoond wordt bij de studio bijvoorbeeld. Bij Bad Company 2 is dat bij DICE in Stockholm. Wat dan betekent, van, ja, het is natuurlijk heel... heel precair om een spel naar ons te sturen. Er kan natuurlijk alles van misgaan in de post. Het is natuurlijk hun babytje. Wat ze niet zo gauw zullen opsturen naar alle kantoren. Nou, wat wij dan doen is, wij selecteren gewoon wat journalisten. En dan vliegen we samen naar Stockholm. En dan gaan we de game spelen bijvoorbeeld. Nou, klinkt heel erg mooi. En wat is nou van alle jaren dat je er werkt, wat is nou het leukste wat je hebt meegemaakt? Heb je daar misschien een voorbeeld van? Nou, in het eerste jaar, in het eerste anderhalf jaar dat ik bij EA werkte, toen heb ik Medal of Honor Airborne
gemanaged. En toen gingen we, denk ik, met een groep of met 10 zo'n journalisten, in ieder geval een hele grote groep, zijn we een airborne training gaan doen in Engeland. En echt, we zijn toen getraind door acteurs, maar het voelde echt heel echt. En dat was echt een hele mooie belevenis. Iedereen was een beetje lacherig in het begin, omdat je zoiets van, ik ga echt niet salueren voor een kolonel, wel omdat het nep is. Maar de acteurs die speelden het zo goed dat echt alle journalisten tot aan de meest serieuze aan toe, die gingen echt helemaal op in hun rol. En er zijn echt hele mooie reportages uitgekomen, bijvoorbeeld bij de Game Kings. Dus als je bijvoorbeeld bij de Game Kings zoekt op Medal of Honor Airborne, zul je heel wat leuke filmpjes tegenkomen hierover. Oké, misschien interessant om op te zoeken inderdaad. En als laatste vraag, eigenlijk, ik ben heel benieuwd, wat is eigenlijk je favoriete game aller tijden? Wil je een politiek antwoord of echt een eerlijk antwoord? Even, ik zal allebei doen. Okay. Een eerlijk antwoord, dan is het toch Jak 3, dus Jak & Dexter 3. Daar heb ik echt heel erg veel plezier aan beleefd. Ik ben wel echt van het action-adventure. En de humor van de studio Naughty Dog, die op dit moment Uncharted 1 en 2 hebben gemaakt. Die zie je echt ook al terug in de Jak & Dexter serie, waarbij Jak 3 echt voor mij echt de top was van EA. Vind ik moeilijk. Ik vond Bad Company 1 vond ik echt heel verfrissend qua hoe ze het shooter genre combineerden met een zekere humor. Wat daarvoor nog niet zo heel vaak was gedaan. Dus qua EA, ik denk dat die samen met heel veel games hebben we eigenlijk gemaakt die heel erg tof zijn. Maar Bad Company 1 is voor mij denk ik wel degene die er ver bovenuit steekt. Heb je nog de beste herinnering aan? Ja. En Dead Space, maar die durf ik eigenlijk niet te spelen, want dan ga ik altijd heel naar naar bed. Ik ken het. Ik durf het ook niet. Dankjewel. Graag gedaan. Hier achter me lopen op dit moment de 100 grootste Sims-fans van Nederland. En ze zijn hier op weg naar een presentatie van Sims Middeleeuwen. We lopen even met ze mee en kijken wat ze bezighoudt. Welkom op het Sims Middeleeuwen-event. We zijn ontzettend blij dat jullie hier allemaal zijn vanavond. En, we kunnen eigenlijk niet wachten om hier onze gloednieuwe game, de Sims Middeleeuwen, te laten zien. 1, 2, 3. The Sims Middeleeuwen! Ik sta op dit moment midden in dit Sims Center met alle fans hier die omheen lopen te gamen. En we gaan even een paar mensen wat vragen wat ze van de game vinden. Ik zie daar dames zitten. Kom even mee. Dames, mag ik jullie wat vragen? Tuurlijk. Oké, jullie hebben net gespeeld, zag ik? Ja. Oké, wat vonden jullie ervan tot nu toe? Ja, leuk. Heel leuk. Mooi spel. Ja, het is heel anders dan de gewone Sims. Je kan zeg maar niet je eigen huis bouwen. Is misschien ook maar beter ook, want anders kom je er volgens mij helemaal niet meer uit. Maar je kan toch wel een beetje je eigen ik maken qua poppetje en zo. Dus dat is wel leuk. Oké, want wat hebben jullie net dan zoal gedaan? Hebben jullie nog speciale dingen verricht net? We hebben Sim ontworpen. Een hele mooie Sim. Wat voor Sim is het geworden? Een vrouw. Een vrouw? Wat voor vrouw? Ja, wat voor vrouw? Gewoon een beetje elegante, maar niet zo'n hele grote jurk. Wel een beetje normaal. Lang haar, echt een beetje van vroeger, zo'n prinsesje eigenlijk. Ja. Oké. Ja, dat denk ik dan aan, hè? Precies. En hebben jullie nog speciale dingen gedaan met die vrouw? Rondgelopen of iets? Ja, we hebben rondgelopen in het land een stuk. En we zijn dan naar zo'n bar geweest. En dat was wel apart. Want het is natuurlijk echt heel anders dan dat je normaal bij de Sims nu naar een bar gaat. Dat is heel anders. Ja, precies. Want dan wou ik nog vragen. Dit speelt zich dus af in de middeleeuwen. Dat is heel anders. Wat vinden jullie van die verandering? Zijn jullie er blij mee? Ja, ik vind het wel leuk dat er nou weer eens wat anders is dan de Sims zoals het is. Ja, ik bedoel, de Sims, gewoon, je hebt wel steeds meer dingen wat je nieuw kan doen. Meer nieuwe spullen enzovoort. Maar het blijft altijd, eigenlijk het principe blijft hetzelfde. Dit is nu ineens heel anders. Je kan questen, wat ook weer heel anders is. Want normaal stuur je Sim naar zijn werk en dan moet hij een keer een opdracht doen. En dat is het eigenlijk wel. En nu is het een compleet andere wereld. Dus je moet hele andere dingen doen. En dat maakt het heel erg leuk, vind ik.
precies. Dus dit wordt een geheel nieuwe ervaring voor jullie ervaren Sims players. Ja, inderdaad. Hey, mooi. Goed zo, jullie gaan hem kopen? Ja, zeker. Zeker weten. Absoluut. Mooi zo. Nou, dank jullie wel. Veel plezier nog. Dank je. Nou, ik zie daar dus twee meisjes nu spelen. Ik ga ze heel even storen. Heel even kijken wat zij ervan vinden. Dames, mag ik jullie wat vragen? Wat zijn jullie nu aan het doen op dit moment? Nou, we zijn gewoon opdrachten aan het uitvoeren. Die we moeten voltooien. Oké, okay, en wat voor opdracht? Want we mogen het helaas niet filmen. Wat voor opdracht zijn jullie nu mee bezig op dit moment? We moeten met sommige mensen praten. En nu moeten we een brief schrijven naar iemand of zo. Ontvangen. Oké, okay, oké. Okay. En ik zie het hier ook een beetje. Maar wat voor karakter spelen jullie op dit moment? Een duister iemand en bloeddorstig. Oké, okay, en hebben jullie daar zelf voor gekozen? Of hebben jullie die uitgekozen ergens van? Nee, zelf. Helemaal zelf gecreëerd ook. Oké, okay, en hoe bevalt het spel tot nu toe? Jullie hebben nu even gespeeld. Wat vind je ervan? Ja, heel erg leuk. Echt waar? Ja, oké, okay. Goed zo, goed zo. En dat hele middeleeuwse thema, dat bevalt ook? Of heb je juist liever de normale Sims zoals je het kent? Nee, ik vind deze wel leuker, omdat je opdrachten moet voltooien. Precies, je hebt meer te doen, zeg maar, wat dat betreft. Ja. Oké, okay, goed zo. Nou, ik zou niet meer storen. Veel plezier. Oké, okay, bedankt. Dankjewel, doei. Nou, en we lopen hier nog heel even door. Nou, ik ga even deze mensen wat vragen. Sorry, mag ik jullie wat vragen? Hebben jullie net ook de Sims al gespeeld? Ja. Oké, okay. Okay, en wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Het is wel moeilijker dan gewoon de Sims. Maar ik vond het wel leuker. Oké, okay, okay, maar moeilijker, interessant sowieso. Op wat voor manier moeilijker? Nou, ik weet niet. Het is een andere manier dat je net moet spelen. Maar dat is ook wel weer leuk, want je moet altijd nieuwe Sims moet je opnieuw ontdekken, zeg maar. Ja, dat is. Het was gewoon even wat anders en dat was even wennen, zeg maar. Ja. Oké, okay, en wat hebben jullie allemaal gedaan in het spel tot nu toe? Nou, we hebben mensen vermoord of in een kuil laten vallen. Oké, okay, hoe was dat? Ja, wel leuk. Okay. Jullie kozen een beetje om evil te zijn, zeg maar. Ja, we hadden ook een evil queen gemaakt. Ja, dat was leuk. Oké, okay, en hebben jullie nog opdrachten gedaan of speciale dingen? Nee, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Oké, okay, dus puur mensen in een kuil gooien. Ja. Nou, heel goed. Gaan jullie hem kopen, denk je? Ja, ik wel. Ja? Kijk, jij ook? Ja, waarschijnlijk wel. Oké, okay, nou dan wens ik je nog een fijne avond verder. Dankjewel. Nou, ik heb nog iemand gevonden hier. Hoi, mag ik je ook een paar vragen stellen? Natuurlijk, man. Okay. Heb je het spel al gespeeld net? Ja, ik heb het net gespeeld. Ja. Oké, okay. Okay, en wat vond je ervan? Nou, ik vind het echt super tof, ja. Okay. Wat vind je het leukste dan? Nou, ik vind die opdracht echt gewoon wel leuk. En ook gewoon een middeleeuws setting. Ik hou van de middeleeuwen. En ja, dit spel, die opdrachten, ik vind het echt gewoon heel leuk zo. Oké, okay, okay. Je hebt het over opdrachten. Wat voor soort opdracht heb je al gedaan bijvoorbeeld? Ik heb een opdracht gedaan, een hele grappige. Ik moest een speciale kikker vinden ofzo. En om die kikker te vinden, moest ik eerst een speciaal hoed vinden. En moest mijn sim, die moest dan met die hoed op, moest het bos ingaan en de kikker gaan kussen. Ja. Oké, okay, dat klinkt apart inderdaad. En werd de prins of zo. Ja. Oké, okay, okay. Ja, want er zit nogal diversiteit in het spel, toch? Ja. Heb je daar al wat van meegemaakt verder? Behalve dat natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Je hebt allemaal verschillende. Als je een opdracht kiest, dan krijg je vaak een keuze hoe je de opdracht aan wil pakken. Dus wil je het op een goede manier of een slechte manier oplossen. En je mag ook kiezen met welke sims die opdracht gaat doen. Dus als je het gewoon op een andere manier wil doen met andere sims, krijg je gewoon een heel andere quest. Precies, precies. Heel veel mogelijkheden, zeg maar. Nou, je had het net al even over de middeleeuwen. Wat voegt de middeleeuwen, wat voegt het eigenlijk toe aan dit spel? Ja, ik denk echt gewoon de sfeer. Dat is het eigenlijk. Precies, hè? Maar de sfeer als in, is het duisterder, is het misschien juist vrolijker? Nou, ik vind het juist wel heel vrolijk eigenlijk. Ze hebben gewoon lichte kleuren gebruikt, dus voor mij is het gewoon een hele vrolijke game. Oké. Okay. Ja, er zitten wel duistere dingen aan, duistere opdrachten, maar ja, de game is gewoon vrolijk. Precies, oké. Okay, nou, ga je hem kopen als die uit is? Absoluut. Okay, dan wens ik er veel plezier mee. Dankjewel. Dankjewel.
Oké, ik sta hiernaast Aaron Cohen van The Sims Middeleeuwen. En hij is hier namelijk ook op de event aanwezig. En ik ga hem even een paar vragen stellen. Aaron, nice to meet you. Hey, good to see you. Hi. Good to see you too. What do you think of the event so far? It's been a blast. The Sims community is so enthusiastic and they are having such a good time. It's so great to see years of work come together and they're having a blast. So couldn't be happier. Exactly, because we just talked to a couple of persons and they were really enthusiastic about the theme as well. Was it difficult for you to change the theme, not make it like in the real world, but make it in the Middle Ages? Yeah, that was the tricky part. But, you know, once we started working on it, the fans really kind of embraced it. And I think that's because they've been making medieval stuff for a long time. The Sims 2, The Sims 3, they've been making castles and king's robes and the suits of armor and maiden's gowns. They love the Middle Ages theme, the medieval time. So it seemed to make sense. And everything we've done, all the research we've done, all the events like this, even in the early days, everyone was like, yeah, The Sims Medieval, I get it. Cool, let's do that. So it worked. But did it also give you a lot of new gameplay elements into the Sims series? Absolutely. When you're making a medieval game, we had to really reinvent The Sims. Because The Sims in modern day, you know what to do. You get married, you have babies, you get a job, you do good things, you do good bad things. You don't need a lot of direction. Where with the Middle Ages, it's hard to say what stories you want to tell. So that's why we invented a quest system. And the quests give you lots of content, be it dragons or plagues or evil kings or neighboring kingdoms that are misbehaving. You know, lots of these storylines. So we help you a lot to tell stories in the Middle Ages with a quest system. We also wanted a hero building system. We wanted you to be able to do the professions. So the blacksmith, you actually help him pound out swords. The physician heals people. The wizard learns spells and casts them. So we did the profession system completely differently. And one of the very new things in The Sims Medieval that you don't do in other Sims games is build up a kingdom. You start with a blank field. And you, as you go on quests, as you bring in new heroes, as you bring in new Sims, you'll make decisions about how you want to build your kingdom and what direction it should go. So that's a really big feature that changes the way you think about playing The Sims. So those three things together, you really needed to make to tell medieval stories in a medieval way. And that's what we did. So we changed the way you play The Sims. But still, it's very much a Sims game. It's all about creating and controlling these little people who have their own little lives that you're affecting. So can you say the player is more responsible this time around, even more responsible for their Sims than beforehand? The player is responsible for a few different things that they aren't responsible for. They have actual responsibilities to the kingdom. If you're a wizard, you have to do two important tasks a day because you're a wizard. And they are the randomized thing. So it's learn two spells, heal two people, consult with the king. So you have a job to do and you have to do it or you'll be punished in some way. And you can be punished by going into the stocks. You can be punished by being thrown into the pit of judgment. If you're not keeping up with your responsibilities, it can be kind of ugly for you. Beyond that, you're going on quests. So there is a lot more directed gameplay in The Sims Medieval, but players actually respond to that because it's not forced on them. You are playing a directed game, there are quests, but at the same time you can go off the rails and explore the kingdom and be very free to do whatever it is you want to do. So that's one of the big changes in how people play is there's more directed gameplay, but there's still freedom to do what you want to do. Okay, and final personal question. Are you a big Sims fan yourself? I'm a huge Sims fan. I've been playing since Sims 1. I was actually with EA. I've been with EA for 13 years. And I remember playing that game before it came out and thinking, this is going to be amazing. And no one knew quite what it was or quite where it was going to go or who was going to buy it. But everyone who sat down and played it before it came out knew that Will Wright was onto something special. And it turned out he was. 10 years later, here we are. Exactly. Do you know the release date of the game in yes. Holland? March 24th in here, yes. Arundis, Draven, Zadim! Gamers, we zijn aan het einde gekomen van deze avond en daarmee ook aan het einde van deze reportage over de EA Showcase 2011. Ik heb hier echt heel veel leuke games gezien en ik hoop ook dat ik jullie een beetje wat heb kunnen bijbrengen. En natuurlijk dat jullie op de hoogte zijn van al het goede dat EA de aankomende maanden voor jullie te bieden heeft. Ik heb echt heel veel lol gehad en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Bye bye.